ongeveer 2 maanden gaat Amerika weer naar de stembus. De 2 presidentskandidaten Kamala Harris en Donald Trump staan komende nacht voor het eerst en ook voor het laatst tegenover elkaar tijdens een tv-debat. En naast mij staat Thomas Blom van de Buitenlandredactie. En met jou ga ik een beetje vooruitblikken, kan ik wel zeggen. Ja. Heb je je wekker al gezet? Ja, ik moet het nog doen, maar hij gaat zeker gezet worden. Ga je dan lekker een paar keer je snoes? Ja, waarschijnlijk. Ik ben heel slecht in opstaan, maar ja, dit wil ik niet missen. Nee, vroeg naar bed en dan wakker worden, 3 uur. Nee, dit wil je zeker niet missen. Welke onderwerpen weten we staan er nu al op het programma? Nou ja, dat is allemaal heel erg geheim. Dat wordt allemaal angstvallig geheim gehouden. Dat werkte al door de Trump-campagne. Trump zelf, die beschuldigde ABC, waar het gaat zijn, al ervan dat ze de onderwerpen hadden doorgespeeld naar Kamala. Hmm. Hè, dat is vast niet waar. Nee. Maar goed, maar kijk, we zullen ongetwijfeld, er zal gepraat worden over inflatie, economie, immigratie, Israël, Oekraïne. Ja, dat soort dingen. Ja, je kan er niet omheen. Nee, precies. Wat eigenlijk best wel bizar is, is dat dit normaal gesproken toch wel doodgerepeteerd wordt, kunnen we wel zeggen, toch? Ja, zeker. Er zit voor het team van Harris zou al 5 dagen ermee bezig zijn. Die zijn in een hotel gaan zitten en die zijn daar aan het preppen. Maar als je niet weet wat die onderwerpen dan zijn. Ja, goed, maar ja, kijk, je kan natuurlijk wel beetje raden. Je kan erop raden. Je kan natuurlijk, moet vooral ook gewoon oefenen op hoe ga je op Trump reageren. Ja. Want je staat daar voor de camera en wat mensen meestal vergeten, de kijkers, die vergeten sneller wat je inhoudelijk hebt gezegd, maar die onthouden nog wel hoe je eruit zag op tv en hoe je reageerde op de ander en hoe makkelijk of hoe gemakkelijk het je afging. Denk maar terug aan het debat van Joe Biden en Donald Trump. Ja, ik weet ook niet eens meer wat Joe Biden nou precies allemaal gezegd heeft. Maar wat ik vooral herinner is hoe hopeloos Joe Biden naast Trump stond. En dat was dodelijk. En ja, dat zal Kamala waarschijnlijk heel erg willen gaan voorkomen. En ik denk dat er vooral geoefend wordt op hoe zij naast Trump over gaat komen. Ja, maar dus een rollenspel? Moet ik daar ook een beetje aan denken? Ja, dat lijkt me wel. Kijk, volgens de New York Times zou er ook echt geoefend zijn met iemand met een heel groot pak. En dan zo'n das die wat te lang hangt. Dat ze dus echt tegenover een fake Trump stond. Dus zij moet daar echt. En het andere kamp dan? Nou ja, Trump, daar wordt van nu in ieder geval wat je nu leest in de media, wordt gezegd dat hij minder oefent. Dat is ook hoe Trump bekend staat. Hè. Die laat zich niet heel erg sturen. Die gaat heel snel off the rails, zoals ze dan zeggen. Je ziet het ook vaak bij zijn speeches tijdens rallies, dat hij dan in het begin nog op teleprompter zit te kijken en dat het op een gegeven moment helemaal de andere kant op gaat. En dan gaat Trump zijn. En daar zijn altijd zijn personeel, zijn team, houdt dan waarschijnlijk de adem in. Zijn fans, die vinden denk ik die Trump het leukst. Ja, precies. Gaan we het ook nog hebben over die moordaanslag die op hem is gepleegd? Want je hoort er eigenlijk niet heel veel over. Nou ja, dat zeg je goed. Toen dat gebeurde, toen dacht ik van, het is nu vanaf nu een slam dunk voor Trump. Vervolgens gebeurde er nog misschien nog iets groters. Joe Biden die gooide de handdoek in de ring. Nee, en dus vervolgens is dat het grote ding geworden. En vanaf dat moment is Harris degene die de camera's op zich heeft. En je ziet ook dat Trump daar moeite mee heeft. Die probeert heel erg weer de spotlights op hem te krijgen. En die zaak, die moordaanslag. Ja, ik denk dat hij dat er misschien nog wel ergens gaat infietsen. Ja, dat lijkt me ook wel. Zij staat nu wel voor, hè, in de peilingen. Ja, goed, het is nek aan nek. En er zit nog een verschil peiling. Je hebt landelijke peilingen, die zeggen niet zoveel eigenlijk. Wat heel belangrijk is om naar de peilingen in de swing states te kijken. Ja, en daar is wel, daar nadert ze dus Trump ook. In sommige swing states ligt ze voor, in sommige ligt ze nog achter. Maar dat het in ieder geval nek aan nek begint te worden, ja, dat is al heel bijzonder. Want ja, Joe Biden die lag een straatlengte achter. Trump, je zou kunnen zeggen, die heeft hem bijna weggepest. En die zal daar misschien nu wel wat spijt van hebben. Want het is in ieder geval een echte race geworden. Wordt dit nog een gamechanger, denk je, tot slot? Kijk, iedereen kijkt ernaar uit, zeker dus na het debat, de debakeldebat van Joe Biden. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, de laatste jaren waren vaak de debatten achteraf een beetje een anticlimax. Dan werd het heel erg opgehyped. Dat was bijvoorbeeld ook tussen Trump en Clinton. Toen dacht ook iedereen, nu gaan we het krijgen. Eigenlijk was dat
ja, het was een disgrace, werd dat genoemd. Ja. Het was een hoop geschreeuw. Mensen, ze kwamen niet uit hun woorden. En dan hebben ze toch ook die microfoontjes. Exact, dat hebben ze. Dat was de allereerste keer was echt verschrikkelijk. Tweede keer was het al wat beter. Maar uiteindelijk was dat iets wat achteraf zei iedereen die voor Trump was. Ja, die bleef natuurlijk achter Trump staan. Iedereen die Clinton in het Witte Huis wilde zien, die vond dat Clinton had gewonnen. En uiteindelijk waren er weinig verschuivingen. Dat zou uiteindelijk ook nu kunnen zijn. Dat zou ook nu kunnen gebeuren, dat er uiteindelijk niet heel veel verandert. Maar ja, na Joe Biden, je kan nergens meer van uitgaan. Kamala Harris moet vooral ervoor zorgen dat ze niet door het ijs zakt. En Trump die zal proberen zo presidentieel mogelijk over te komen en te laten zien dat hij het waard is om weer 4 jaar in het Witte Huis te zitten. Thomas Blom, dank je wel. Graag gedaan.